Mevrouw Marijnissen, SP. Dank u wel, voorzitter. Ik vind toch wat de heer Paternotte doet wel wat makkelijk. Want de heer Paternotte kreeg de vraag, wat is nou precies drang? En toen haalde hij eigenlijk een beetje zijn schouders op van ja, dat weet ik niet precies wat drang is. Terwijl we hebben toch te maken met een kabinet wat eigenlijk al de hele coronapandemie zegt. Geen vaccinatiedwang en geen vaccinatiedrang. Nou, de heer Paternotte is de coronawoordvoerder van de Tweede Partij van Nederland. Dan lijkt mij toch wel dat de heer Paternotte heel goed weet wat vaccinatiedrang is. En daarom is mijn vraag ook, erkent de heer Paternotte, even los van wat je ervan vindt, hè, inhoudelijk, maar erkent de heer Paternotte dat met het voorstel van het kabinet wat er nu ligt om ongevaccineerden de toegang te ontzeggen tot bepaalde instellingen en ook daarbij nog te laten betalen voor een eventuele test, dat we daarmee in ieder geval sluipenderwijs toegaan naar vaccinatiedrang? De heer Paternotte. Ja, een eigen bijdrage vragen. En de SP liep volgens mij voorop bij het benoemen dat het best wel duur is, dat testen voor toegang. Dus ik denk ook wel dat het goed is met elkaar te beseffen dat het niet gratis is. En dat zult u ook doen. Drang, wat ik me kan voorstellen, wat je nu ziet bijvoorbeeld in Amerika, is dat heel veel bedrijven zeggen, je moet je laten vaccineren, anders verlies je je baan. Nou, dan heb je nog steeds de keuze om te zeggen, ik laat me niet vaccineren, maar dan heeft het nogal wat consequenties voor je. Dat vind ik best wel harde drang. Ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Mevrouw Marijnissen. Ja, dat is een goed voorbeeld, maar geen antwoord op mijn vraag. Want mijn antwoord op mijn vraag was aan de heer Paternotte of hij dan in ieder geval erkent dat het kabinet wat steeds heeft gezegd, hè, geen vaccinatiedwang, geen vaccinatiedrang, dat we daarmee sluipenderwijs met dit voorstel wel die kant op gaan. Erkent u dat? De heer Paternotte. Nee, ik denk alleen wel dat het klopt wat ik de minister hoorde zeggen. Vaccineren is een vrije keuze, dat is het in Nederland. En wat we in Frankrijk zien, een vaccinatieplicht voor zorgverleners. Ik denk dat we dat in Nederland niet nodig hebben. Die vaccinatiegraad is hoger. Zorgverleners stonden juist in de rij. Dat ze een jaar lang onbeschermd dat werk hebben moeten doen met heel veel coronapatiënten. Maar dat je niet hoeft te zeggen dat het een vrije keuze is die ook compleet vrijblijvend is. Want het heeft effecten op anderen. Als je zegt, ik laat me niet vaccineren, ja, dan heeft dat niet alleen effect op jezelf. Maar betekent ook dat de kans groter is dat je iemand anders besmet. Ik vind ook dat soort verhalen die u vast ook heeft gelezen, zoals de Volkskrant laatst had, over iemand die zei, ja, op basis van dingen die ik op Facebook had gezien, had ik te veel desinformatie, ik heb het niet gedaan, maar die kwam uiteindelijk op de intensive care terecht. En op weg daar naartoe belde die familie, vrienden, doe het alsjeblieft wel. Het is iets wat je niet alleen voor jezelf doet, maar ook voor een ander. Er komt een verantwoordelijkheid bij, er hoeft geen vrijblijvendheid te zijn. Mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter, dit is dus denk ik precies het punt. Want wat de heer Paternotte nu doet is een voorbeeld noemen. Het gaat over mensen beter informeren. Alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat inderdaad, dat hoopt de fractie van de SP ook, zoveel mogelijk mensen zich uiteindelijk laten vaccineren. Want dat is de uitweg uit die coronapandemie. Maar precies wat u nu zelf zegt, dat staat toch haaks op het nu al, op dit moment, uitsluiten van een groep. Terwijl het is net ook door de heer Van der Staaij en door anderen benoemd. We weten nog helemaal niet wat de effecten daarvan zijn. Het gaat op dit moment goed met het vaccineren. Om nu al zo'n bouwde stelling in te nemen, als deze sessie en eigenlijk ook als kabinet. Ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag. Ja, u zegt dat dat geen vaccinatiedrang is. Maar daar gaan we natuurlijk op deze manier sluipenderwijs wel naartoe. Precies in uw antwoord zegt u toch ook wat ook een optie zou kunnen zijn. Namelijk mensen nog veel beter informeren. Wat u nu doet door het zo plat te slaan op dit moment al, daarmee neemt u ook een groot risico, denk ik. Een heel groot risico dat mensen die nu al toch sceptisch staan ten opzichte van de wetenschap, ten opzichte van vaccinatie, ja, dat u die nog verder afdrijft. En dan zijn we als samenleving, meneer Paternotte, nog veel verder van huis. Heer Paternotte. Nee, het gaat om iets anders. Het gaat om iets wat we nu met z'n allen betalen. Dat is de belastingbetaler betaalt. En als je zegt dat het redelijk is dat mensen daar een eigen bijdrage voor geven, dan komt dat omdat ze zelf profijt hebben van zo'n test. Omdat ze, als ze die test doen, dan immers naar een festival kunnen of naar het theater kunnen. En als mensen dat elke dag willen doen, is dat natuurlijk hartstikke goed. Maar dan is het elke keer wel zo dat de hele samenleving dat dan volledig betaalt. Nou, wat je met een eigen bijdrage zegt, is dat daar ook een kleine bijdrage van jezelf bij zit. Omdat immers je jezelf de persoon bent die daardoor bij plekken naar binnen kan. Ja, zo gek is dat niet. Niet alles hoeft tot een lengte van dagen gratis te zijn, want dat is het niet. We betalen het met z'n allen. Mevrouw Marijnissen.
Voorzitter, in de wereld van de heer Paternotte is dat misschien niet zo gek. Maar in de wereld van de heer Paternotte hoorde ik hem net ook zeggen dat als het gaat over een toegangskaartje van bijvoorbeeld 160 euro, zei hij geloof ik, nou ja, dan kost het 170 euro, wat maakt dat uit? Dat zegt denk ik veel over de wereld waar de heer Paternotte in leeft. Want als ik het kabinet goed heb beluisterd, op de persconferentie, dan hebben ze het over culturele instellingen, maar ook over de horeca werd al even genoemd. Dat betekent voor heel veel mensen heel veel als je een substantieel bedrag zou moeten gaan betalen om toegang te krijgen tot instellingen, tot horeca. Nog even los van een mogelijk hellend vlak waar we dan op komen. Want wat dan wel en wat dan niet? Wat is dan precies essentieel en wat niet? Maar het gemak waarmee er hier door de heer Paternotte wordt gezegd, ach ja, 160 euro voor een kaartje of 170 euro voor een kaartje, dat kunnen we toch allemaal wel betalen? Dat zegt denk ik heel veel over uw leefwereld. De heer Paternotte. Dat zei ik niet. Wat ik zei is dat als een festivalkaartje, en ik noemde als voorbeeld Lowlands, volgens mij kost dat ongeveer zoiets. Ik ben er al een hele tijd niet meer geweest. Als je dat, het is iets hoger begrijp ik. Nou, dan heb ik nog een inschatting uit de tijd dat ik daar zelf nog eens naartoe ging. Als je daar 10 euro bij doet, dat ik niet denk dat dat nou de reden is dat mensen zeggen, nou, dan kan ik er niet meer naartoe. Zo werkt dat over het algemeen niet. En het gaat om bijeenkomsten, in ieder geval in het voorstel van het kabinet, waar meer dan 75 mensen dan naar binnen gaan. Ja, ik weet niet hoe vaak, de SP heeft natuurlijk wel best veel leden en grote bijeenkomsten waar inderdaad veel mensen ongetwijfeld bij elkaar zijn. Ook al ga je dan op een gegeven moment ook weer met elkaar de straat op en langs de deuren natuurlijk. Maar er zijn ook volgens mij niet zoveel mensen die elke avond naar een plek gaan waar 75 mensen bij elkaar zijn, waardoor die toegangsbewijzen daar gevraagd worden. Dus nee, ik denk dat u dit veel groter maakt dan het is. Dank u wel. Mevrouw Westerveld, GroenLinks. Ja, voorzitter, maar het punt is natuurlijk vooral dat het een veel grotere drempel is voor mensen met een laag inkomen dan voor mensen met een hoog inkomen. Maar daar gaat mijn vraag niet over. Mijn vraag is of D66 ook bewijs heeft of vermoedens dat als je een eigen bijdrage vraagt, dat ook de vaccinatiegraad omhoog helpt. De heer Paternotte. Nee, dat weet ik niet. Ja, volgens mij de meeste landen die systemen hebben zoals wij, Denemarken, Duitsland, die zijn nu ook aan het nadenken over hoe je ermee doorgaat. En volgens mij is het in Duitsland ook zo dat ze nu wel hebben gezegd, ja, in oktober gaan wij een eigen bijdrage vragen. Maar ja, dat is natuurlijk nog niet gebeurd, dus je weet ook niet precies wat het effect daarvan is. Alleen ik denk dat het belang daarvan ook zit in de redelijkheid, de evenredigheid, dat we het nu met z'n allen betalen en dat het goed is daar iets meer balans in aan te brengen, waarbij de persoon die ervan profiteert ook een bijdrage levert. Dank u wel.